De tweede video in de serie over arbeid en energie voor HAVO bouwbouw natuurkunde gaat over energievormen. Oké, opgave 6. De eenheid van de energie is joule. In plaats van joule mag je ook newtonmeter gebruiken. Laat zien dat de eenheid van het rechte deel van onderstaande formules de newtonmeter is. Doe het eerst met de zwaarte-energie, dat is M al G mal H. Nou, hier staat dat tussen haakjes, betekent dus dat je met eenheden gaat doen. De eenheid van massa is de kilogram, die komt daar. De eenheid van gravitatie is meter gedeeld door seconde, of meter, pardon, maal seconde tot de min tweede, die komt daar. En de eenheid van de hoogte is de meter, die komt daar. Dan krijg je dus kilogram maal meter, maal seconde tot de min tweede, maal meter. En dit hele stuk, kilogram maal meter, maal seconde tot de min tweede, dat is newton. Dat kun je zien in tabel 4 bij kracht. Dus deze kun je vervangen door newton, dan wordt het dus newton maal meter. Oké, bij de volgende iets hetzelfde. Kinetische energie is half een V-kwadraat. Die half die doet verder niet mee, want het gaat over de eenheden. Oké, de massa heeft weer kilogram. Snelheid in het kwadraat is meter in het kwadraat gedeeld door seconde in het kwadraat. Oftewel meter in het kwadraat maal seconde tot de min tweede. Die val je daarin. Dan krijg je dus kilogram maal meter in het kwadraat maal seconde tot de min tweede. Oké, dan die meter, die split je in het kwadraat, dus zet je in meter. En een ervan zet je hier en een ervan zet je daar. Het is alleen maar volgorde verandering. Het is een menigvuldiging, dus dat mag. En dit stuk is weer gelijk aan newton. Net als bij A. En newton maal meter wordt het dan. Oké. 7. Sandra zit in een reusrad. Zie figuur 8-9. Dat is deze. Neem aan dat het zwaartepunt van Sandra een cirkelvorm beschrijft. De straal van de cirkel is 6,5 meter. Oké. Sandra heeft een massa van 50 kilogram en draait met de wijzers van de klok mee, dus deze kant op. Je kijkt dan naar de volgende verplaatsingen van H naar O, dus dat is van hier naar daar. Oké, dan bij de tweede van L naar R, dus dat is van hier naar daar. Oké, de derde is van R naar H, dat is dus van hier naar daar. Oké, en de laatste is van H naar H, dus dat is hier beginnen en helemaal rond. Oké. Bereken bij elke verplaatsing het verschil in zwaarte-energie van Sandra. Oké, nou dan gaan we dat doen. Hier wordt dat gedaan. 1, 2, 3, 4. Moet je even kijken natuurlijk. Oké, het verschil is M maal G maal H. M is 58 en G is 9,81. Dus die komt iedere keer terug in alle vier berekeningen. Dus je moet alleen maar kijken naar het hoogteverschil. Van H naar O, dat betekent dus dat je, kijk, van hier naar daar gaat. Dan daal je dus 13 meter, oftewel min 13. Oké, 58 maal 9,81 maal min 13. Nou, hier staat het antwoord dan. Oké, voor L naar R, van L naar R, oké, dan eindig je net zo hoog als dat je begon. Dus het hoogteverschil is 0, dus dan is 58 maal 9,81 maal 0, dat is 0. Oké, van R naar H, dat is van R naar H, dan ga je dus 13 meter omhoog. Dus hetzelfde antwoord als hier, alleen dan met een plus. Sorry, het is geen 13 meter als je van hier naar daar gaat. Het is maar 6,5 meter. Dus het is de helft van het antwoord van hier. En dan met die min, die moet er niet bij zitten. Dus even iets misgaan, kijken of dat zo meteen kan oplossen. Van H helemaal rond. Oké, dat is van hier helemaal rond. Dat betekent dus dat je weer begon waar je eindigt. Dus het hoogteverschil is dan 0 meter. Dan gaan we naar B. Waarom verricht de... Bereken, dat hebben we gedaan. Stel dat dat tegenstelde richting draait, bij welke verplaatsing zal het antwoord dan anders zijn? Oké, dus we kijken van H naar O. Dat betekent dus dat je van hoog naar laag gaat. En nu ga je van de andere kant op, dus dat maakt niks uit. Volgens mij. Even kijken wat precies wat de vraag is. Stel dat dat de tegenstelde richting draait, dus van H naar O. Oh, nu draait die van O naar H. Nee, dan ga je dus omhoog. Dat betekent dus dat je... Vorig had je hier een min bij A, maar nu heb je hier dus een plus omdat je omhoog gaat. Nou, voor L naar R zo draaien of zo draaien, dat maakt niks uit, want het hoogteverschil blijft 0, dus verandert niet. En dat is trouwens bij, als je van, bij de laatste is het ook zo, dan kunnen we zo meteen doen, van R naar H. Dus van R naar H draai je hier zo rond, dan ging je omhoog en nu ga je... Kijken van R naar H, nu ga je dus van H naar R, dus dan daal je. Dat betekent dus dat het antwoord niet meer plus is zoals bij de vorige, maar min. Hier staat hier zelfs de helft van deze en dan min. En bij van H naar H, dus je draait van H naar H en je gaat nu weer van H naar H, dus dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. 0 joule. Was bij de vorige ook zo. Oké, dan 8. Een tegelzetter moet 6 dozen met tegels naar de eerste verdieping brengen. Hij kan dit in 2 of 3 keer doen.
Waarom moet tegelzetter in beide gevallen evenveel arbeid verrichten als je alleen hebt op de arbeid die nodig is om de tegels te verplaatsen? Nou, dat doe je met de spierkracht en de verplaatsing. Als je het in twee keer doet, dan moet je meer spierkracht gebruiken, 1,5 keer zo meer, dan dat je het in 3 keer doet. Maar als je in 2 keer doet, hoef je maar 1,5 keer zo weinig de trap op te gaan, hè? Maar 2 keer in plaats van 3 keer. En dat weegt precies tegen elkaar op. Dus de arbeid blijft hetzelfde. Ja, dus als je het in 3 keer doet, is de kracht kleiner, 1,5 keer kleiner. Maar je moet 1,5 keer meer afstand afleggen, hè? 3 keer omhoog in plaats van 2 keer. Oké, B, waarom verricht de tegelzetter toch meer arbeid als je 3 keer in plaats van 2 keer en dat hij een verdieping moet? Ja, dat is omdat hij natuurlijk zichzelf ook omhoog moet tillen. En daar heeft hij natuurlijk bij elke keer dat hij omhoog gaat dezelfde kracht voor nodig. En hij legt op elke keer dezelfde afstand af. Of je nou 2 of 3 keer gaat, die kracht blijft hetzelfde. Maar als je 3 keer gaat, dan moet je dat dus 3 keer doen. En als je 2 keer gaat doen, maar 2 keer moet je dat doen. Dus leg je, als je 3 keer gaat, leg je 1,5 keer meer afstand af. Terwijl de kracht hetzelfde is. Dus de kracht om zichzelf omhoog te heffen is bij de tweede manier, waar je 3 keer omhoog gaat, dus 1,5 keer zo groot. Als dat hij maar 2 keer omhoog moet gaan. En dat is heel belangrijk. Dat is dus over de arbeid die hij gebruikt om zichzelf omhoog te krijgen. Die verschilt. De arbeid die je nodig heeft om de tegels omhoog te krijgen, die verschilt niet. Oké, gaan we naar 9. Een auto legt 100 kilometer af en gebruikt daarbij 5,0 liter benzine. De auto rijdt met een constante snelheid. Toon aan dat de chemische energie die ontstaat bij het verbranden van de benzine gelijk is aan 1,7 tot de 8e joule. Oké, dat is de energie die vrijkomt, is de stookwaarde van benzine maal het volume van de benzine. De stookwaarde van de benzine is de hoeveelheid energie die vrijkomt als je 1 kubieke meter van benzine verstoot. Die vind je in tabel 28b van de BINAS. Die is 33,10 tot de 9e joule per kubieke meter. Nou, 5 liter, dan moet je kubieke meters maken. 5 liter is zelfs 5 kubieke decimeter. Als ik dan naar kubieke meter ga, moet ik delen door de 1000. Dus vandaar 5,010 tot de min derde. Nou, niet die twee vermenigvuldig ik aan elkaar. 5,010 tot de min derde, maar 33,10 tot de 9e is 1,6510 tot de 6e joule. Oftewel 1,710 tot de 6e joule. En dat moesten we aantonen. Oké, slechts 50% van deze energie wordt gebruikt om de motorkracht te laten werken. Leg uit wat er met de rest van de energie gebeurt. Nou, die wakt natuurlijk van alles op, vooral de motor en de verbrandingsgassen. En dat is allemaal maar verlies. En er is ook nog wrijving natuurlijk, ook nog, dat levert ook weer warmte op. Enfin, allemaal warmteverlies. Bereken de som van de weerstandskrachten die op de auto werken. Oké, de arbeid is de kracht maal de afstand. Moet even kijken. De arbeid van de motor is maar 25% van de energie die de benzine levert. Oké, die hadden we al uitgerekend. Dat is dus een kwart van die 1,65 × 10 tot de zesde die we daar hadden gedaan. Dat is dus 4,125 × 10 tot de zesde dan natuurlijk. De vijfde zal het zijn. Ja. Sorry, dit is 8e. Dan is dit ook 8e. Dan is dat 7e. Stond ik hier ook bij 8e. Pardon. Oké, de afstand is 100 meter. Nee, 100 kilometer. Dus 100 maal 10 tot de derde meter. Oké, vul je in. Arbeid is 4,125 × 10 tot de zevende. Eerste kracht van de motor maal 100 × 10 tot de derde. Die deel je op elkaar. Deze deel je door 3. En dan komt dan uit 4,125 × 10 tot de tweede newton. Afstand 4,1 × 10 tot de tweede newton. Oftewel 410 newton als je dat gewoon als getal zegt, zeg maar. Oké, 10. Juella zit op een fiets en staat bovenaan een helling die 100 meter lang is. De hellingshoek is 5 graden en de massa van Juella is 55 kilogram. De massa van haar fiets is 10 kilogram. Toon aan dat de helling 7,8 meter is. Dus even kijken, hier staat dat de helling 15 graden is. En hier is in het vaatje stond 5. Moet je straks even kijken welke dat er goed is. De hoogte bereken je met de lengte van de helling en de hoek. Dat is dus deze willen we... die is bekend, die is 100 meter lang. Deze willen we weten. Deze is of 5 graden of 15 graden. Dan gaan we even kijken wat het is. De sinus van de hoek is de hoogte gedeeld door de afstand. Dus de hoogte is 100 maal de sinus van 5 of de sinus van 15. Dan gaan we even uitrekenen welke het moet zijn. Als het antwoord 8,72 is... 100 maal de sinus van 5 levert 8,72 op, dus dat zal nou goed zijn. Ik zal even
uitrekenen met sinus van 50 graden is dan 26 meter. Oké, dat is niet goed. Dus deze 15 graden, die moet 5 graden zijn, dan is dit 85. Dus in het verhaaltje stond het goed, maar in de tekening stond het fout. Ja? Oké. Dan gaan we naar 10b. Oké, bereken de zwaarte-energie van Juella en een fiets samen bovenaan de helling. Goed, dat is niet zo moeilijk. We weten nu dat die helling 8,72 meter hoog was. We weten de massa van Juella is 65 kilo en de gravitatieconstante 9,81. Nou, die vermenigvuldigen met elkaar. Zwaarte-energie, hoogte-energie, potentiële energie, allemaal hetzelfde. Dus M mag helemaal H. 65 maal 9,81 maal 8,72 is 5,55 maal 10 tot de tweede, denk ik. Dat het is, kijken, 650... tot de derde zal het zijn, 5,55 maal 10 tot de derde joule. Jammer dat het zo moeilijk leesbaar is. C. Juella gaat zonder te trappen van de helling af. Onderaan de helling heeft ze een snelheid van 25 km per uur. Berekende kinetische energie onderaan de helling. Nou, dat doe je met half een V-kwadraat. Massa is 65 kilo's. Snelheid is 25 km per uur. Moeten we meter per seconde van maken. Delen we 3,6. 6,94. Oké, invullen half maal 65 maal 6,94 in het kwadraat is 1,565 maal 10 tot de... Nou, ik zal het alleen uitrekenen, zoveel seizoen. Dat is nog niet zo moeilijk. 1,65 maal 65 maal 6,94 in het kwadraat is... Gedeeld, half moet ook nog meenemen, 1605, dus 1,6 maal 10 tot de derde joule. Oké. Goed zo. D dan. Tijdens de beweging naar beneden werken er weerstandskrachten op Juella en haar fiets. De som van deze weerstandskrachten veroorzaakt 4,0 kilojoule aan warmte. Berekenen de gemiddelde grootte van deze weerstandskrachten samen. Oké. Dat doe je met Q is M al F. Warmteverlies in energie is de kracht maal de afstand. Je weet die helling die was 100 meter lang. Hè? Deze was 100 meter lang. Dat is de afstand waarover de kracht werkt natuurlijk. Moet ik even de goede kant op gaan. Deze kant op, ja. Oké, de warmteverlies was 4,0 maal 10 tot de derde joule. Dat was gegeven. Oké, die vul je allebei in Q is F maal F. Dan hou je alleen F over, die is er gedaan. 4,0 maal 10 tot de derde is F maal 100. Nou, die deel je dan op elkaar. Deze deel door 3, 40 newton. Oké, leg uit dat de som van de weerstandskrachten toeneemt tijdens de afdaling. De som van de weerstandskrachten bestaat uit de rolvijn en de luchtweerstand. De snelheid neemt toe als het naar beneden gaat. De rolweerstand die blijft zo'n beetje hetzelfde, maar de luchtweerstand is sterk afhankelijk van de snelheid. Volgens mij zelfs in het kwadraat, als ik het goed weet. Dus hoe hoger de snelheid, hoe groter de luchtwrijving, dus hoe groter de totale wrijving. Oké, dat was paragraaf 2.